Ja, na een bloedstollende race werd atlete Marit Dopheide uit Enschede gisteren Europees kampioen op de 4x400 meter estafette indoor. Marit trainde aan het begin van haar carrière bij AC Tion in Enschede. Daar viel ze al snel op door haar clubrecords. Ze groeide uit tot Nederlands kampioen op de 400 meter in 2011. Ja, nu dus 10 jaar later, op haar 30ste, haalt ze een Europese gouden medaille. In de studio is Harry Dost. Hij is inmiddels 40 jaar werkzaam bij AC Tion. En ziet Marit zo nu en dan nog gebruik maken van de atletiekbaan in Enschede. Harry, goedemiddag. Goedemiddag, Niels. Had je het verwacht dat ze deze medaille toch nog op de valreep zou inkoppen? Nou, ik droom daarvan. Maar je moet nooit van tevoren zeggen van... Wat de pers dus doet van de 4x400 meter heren en dames... die winnen zomaar eventjes die medaille. Want zo, die vliegen gaat niet op. Het was nog niet gemakkelijk, hè? Nee, zeker niet. En als je weet dat bij een 4x400 meter... waar je binnen de lijnen moet lopen in eerste instantie... en dan gaan ze allemaal naar de binnenbaan... Nou, dan krijg je een gedrang bij de wissel. Nou, daar wordt natuurlijk enorm geduwd en getrokken. En dan moet je oppassen... En dan moet je het stokje nog een keer overgeven. Die kun je ook nog een keer laten vallen. Kortom, je kunt een zetje krijgen. Hele moeilijke zaak. Marit, die liep als tweede. Ja. Ze liep achter Lieke Klaver, die begon. En Lieke die begon in de buiten helemaal de buitenbaan. En dan moest ze op een gegeven moment naar binnen. Die liep vooraan. Ja. Nou, dan geeft ze dat stokje over. En wat je vertelt, dan komt er een soort van gedrang van... iedereen wil dat stokje aan de teammaat overgeven. Is daar nog een regel bij? Of is dat echt het complete chaos zoals het eruit zag? Nou, het lijkt altijd een beetje chaos. Maar in principe mag de eerste loper die binnenkomt... die mag het eerste het stokje overgeven. En dan staat die loper ook meestal op de binnenbaan. Ja. Maar ja, op het allerlaatst dan krijg je nog inhaalpogingen en gedrang. Dus dat is toch een moeilijke zaak van wie komt nu uiteindelijk als eerste over om die stok over te geven. Ja, dan wordt het inderdaad een probleem. Misschien zometeen nog even verder over die specifieke wedstrijd gisteren. Want daar is wel wat over te zeggen. Dat is wel interessant. Maar ook even een stapje terug. Want we praten met Harry Dost. Al heel lang bij AC Tion over de vloer. Maar ook bijvoorbeeld trainer van een regionaal trainingscentrum. Hier in het oosten. Hoe kent u Marit? Nou, Marit kwam bij atletiek al heel erg vroeg. Vader deed daar wat bestuurswerk en was bij de trim. He, die liep heel erg veel. En dan ontpopt zo'n meisje toch als een heel goed atlete. En dan ga je daar verder mee aan de slag. En we hebben daar een aantal trainers gehad. Kent u haar al van echt klein? Ik vanaf dat ze binnenstapte. Wanneer is dat ongeveer geweest? En dat was toen ze een jaar of 10 was. Ja. Dus dat is al, dat komt heel erg vroeg. En binnen een aantal jaren, zonder dat je daar keihard voor traint, heeft ze clubrecords. En ja, als je bij Tion een clubrecord kunt verbeteren, dan betekent het bijna dat je later Nederlands kampioen kunt worden. Omdat de club al zo'n geschiedenis heeft. Omdat de club een geschiedenis heeft van 104 Nederlandse kampioenen. Ja. Nou, dat is voor een Enschedese club is dat geweldig. En wij staan ook ver. Nou, niet bovenaan, maar we doen het in Nederland heel erg goed. Ja. Met 104 Nederlandse kampioenen. En elk jaar komen er een aantal bij. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, we hebben een hele goede opleiding voor de jeugdtrainers. En naast die jeugdtrainers staan een aantal trainers die erg hoog staan aangeschreven. En we hebben een aantal kampioenen van Nederland die trainer zijn. En mijn idee is altijd... Met kampioenen maak je kampioenen. Ja, bij AC Tion. Bij AC Tion heb ik het over. Ja, ja. En dan groei je langzamerhand door. Maar het kost enorm veel tijd. Ja. Maar het was dus al toen ze op haar 10e binnenkwam... ging het al vrij snel. Hè? Ze behaalde clubkampioenen, wat u zegt. Clubkampioenschappen. En dan wordt ze in 2011 op haar 21ste, denk ik... 20ste Nederlands kampioen. Maar dan duurt het dus... toch nog tot de 30ste? Ja. Ja, of is dat een beetje flauw? Ja, nee, dat is helemaal niet flauw. Want zij koos toen heel erg bewust om naast haar studie bewegingswetenschappen in Nijmegen... om fulltime te gaan trainen op Papendal. Dus je hebt een universitaire studie en dan fulltime trainen? En dan fulltime trainen. Ja, ja. Daar heeft ze wel wat langer over gedaan dan de gebruikelijke aantal jaren. Mm-hmm. Maar dat mag dan ook... om fulltime te trainen. Want je kunt niet 40 uur trainen. Dus daar kan ook best een beetje studie bij.
Maar zij trainde toen in de groep van Bart Bennema. En Bart Bennema is de trainer van Daphne Schippers. Dus zij heeft daar jarenlang in meegetraind met die groep. Alleen op de een of andere manier kwam ze toch niet tot de optimale prestaties. En nu traint ze in Groningen bij Eddie Kiemel. En daar heeft ze ook in de tijd dat ze studeerde, heeft ze daar ook getraind, gedeeltelijk in Groningen. Mm-hmm. En die heeft de draad weer opgepakt. En nu heeft ze heel veel individuele aandacht gekregen. Want je weet wel, op Papendal zit je met een hele grote groep. En wie is dan het vlaggenschip? Daphne. Mm-hmm. Daphne is Schippers is het vlaggenschip. En op de een of andere manier is het nu zo goed gegaan dat ze in Groningen tot enorm bloei is gekomen op 30-jarige leeftijd. Ik vind het fantastisch. En dat na een jaar, vergeet dat niet, want vorig jaar heeft ze corona gehad. Mm. En ze kon dus op een gegeven moment helemaal niet meer fatsoenlijk trainen. Ze was doodmoe. En het heeft maanden geduurd voordat ze daar overheen was. In het verlengde van wat u nu noemt, maar ook een beetje van dat ze toch al 30 is. Ik neem aan toch ook niet meer de jongste atleet die in het veld rondloopt, zeg maar. Zij was de tweede van de vier die gisteren liep. En het lag niet aan haar dat ze hebben gewonnen, laat ik het zo zeggen. Nee, de opstelling is natuurlijk gemaakt door de bondscoach. En die heeft dus duidelijk van die gaat als eerste lopen, die als tweede, die als derde. En zij is niet de snelste van de vier. Maar komt dat door de leeftijd? Komt dat door de corona? Nou, kijk, iedereen heeft een eigen optimum. En je hebt altijd een nummer 1, 2, 3 en 4. Mm-hmm. Maar bij een 4x400 is de ketting zo sterk als de zwakste schakel. En je kunt niet zeggen dat zij dus een zwakke schakel is. Iedereen telt mee. En elke 10 centimeter telt van allemaal. Ja. Dus als je kampioen wordt, word je samen kampioen. En de opstelling is dat zij als derde moest lopen. Ze liep als tweede volgens mij. Als tweede, ja. Ja. Ik trouwens heel even, ik weet niet of dat kan, hè, maar we kunnen haar proberen. Want volgens mij is ze op weg terug van Polen, waar dus de Europese kampioenschappen waren. En zit ze ook in de trein. Kunnen we haar nog eens proberen te bellen? We weten het natuurlijk niet. Dan praat ik ondertussen gewoon rustig verder met Harry. En dan doen we even een poging. Ja, dan kunnen we met de kampioen zelf natuurlijk nog heel even bellen. In dat geval kunt u trouwens nog wel even de kop tillen, maar dat komt straks wel. Harry, in die 4x400 meter EK-finale zien we ook dat Marit bij het overgeven van het stokje, dat ze ten val komt zelf. Wat zegt dat? Nou, dat zegt dat ze helemaal tot los was. Je kon het eigenlijk al zien in die laatste 60 meter van gaat ze veel verliezen of houdt ze nog een beetje stand. Maar je kunt het eigenlijk voorstellen, een 400 meter, de laatste 50, 40 meter, dan verzuren de benen zo. Dan zit er alleen maar melkzuur in. En ik weet niet of je ooit het gevoel hebt gehad als je met de fiets een heuvel op gaat en je moet dat hard, dan krijg je allemaal van die prikkelingen, tintelingen in de benen, in de bovenbenen. Dat kan zelfs doorgaan tot de arm. Dus je krijgt eigenlijk een soort verlammingsverschijnsel over je hele lijf. Ja, ja. En dat als je echt diep gaat, echt tot het gaatje, dan kun je het ene been niet meer voor het andere krijgen. Daar had ze wel last van. Ja. Zie ik daar nou lichtelijk? We wachten er nog even af. Misschien positieve signalen van die kant. Overigens, zo'n indoorwedstrijd, hè? Dat is wel echt iets anders dan bij jullie AC Tion in de buitenbaan, hè? Ja, een indoorwedstrijd zijn de bochten gewoon krapper. Dus je moet in een binnenbaan lopen is minder snel dan wanneer je in baan 4, 5 of 6 loopt. Want hoe scherper de bochten zijn, hoe minder hard je in feite kunt lopen. Ja. Dus vandaar dat je als je in de finale start, ook met die 4x400 meter, en je start wat meer in de buitenbanen, maar 4, 5 of 6, dat is een wat prettige baan om te lopen dan in de binnenbaan. Want dan zie je ze verringen een beetje, die binnenbaan. Ik heb ook begrepen dat die binnenbaan korter is, maar ook dat die schuin oploopt, omdat je zo snel gaat dat je anders uit de bocht zou vliegen. Ja, dat moet ook schuin zijn, want anders dan vlieg je inderdaad uit de bocht. En vandaar dat de wereldrecords nooit gelopen worden in de binnenbaan, maar altijd in baan 4 of 5 of 6, ja, ja. Het liefst in de buitenbaan. Harry, zet even de koptelefoon op, want volgens mij dan gaan we de woman of the hour erbij halen, de Europese kampioene zelf. Volgens mij hebben we er namelijk aan de telefoon. Marit, ja. Goedemiddag.
Goedemiddag, dat klopt. Hé, hey, Marit. Ik zit in de trein, dus ik hoop dat ik niet wegval. Maar, nou ja, eergisteren ben je al gevallen. Ja, klopt. Ik heb nog steeds een dik lip, maar dat maakt me niks uit. Hé, hey, gefeliciteerd zeg, met je dankjewel. Europese gouden medaille. Toch nog op de valreef, zou ik bijna zeggen. Ja, geweldig zeg. Ja. Dank jullie wel. Ja, heel bijzonder. En nou ja, ook zo met die mannen samen is wel echt, was wel echt een onvergetelijke ervaring. En dat we dat als Nederland hebben kunnen flikken is wel heel bijzonder. Hoe heb je het gevierd? Ja. Nou, dat is eigenlijk heel... we hebben natuurlijk met die meiden en die jongens daarna afloop was gewoon geweldig. En die prijsuitreiking. Maar dan is het toch wel gewoon naar het hotel. En het is natuurlijk corona. En dus echt een feest kan er gewoon niet gehouden worden. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel echt kapot was. En ook wel een beetje door die val misschien. Dat ik een beetje dizzy de hele tijd voelde. Dus nou, en eigenlijk, ja, we moesten gewoon ook de tas inpakken. Want om 4:15 stond de bus klaar naar het vliegveld naar Warschau. Dus we hebben, denk ik, 2 uur slaap gehad. Dus het is, in die zin niet groots gevierd met allemaal champagne. Maar we hebben het wel, met elkaar zeker van genoten. En dat gaan we de komende dagen ook nog doen. En dan... ja, dan gaat de knop om naar outdoor. Want er staat nog wel wat meer moois op de planning dit jaar. Maar dit is zeker smaak naar meer. Kun je dit nog toppen, zou je bijna afvragen, hè? Nou ja, goed. Ik bedoel, we hebben nu als Nederland wel even een visitekaartje afgegeven. En de Spelen, dit is gewoon... we hebben als vrouwenteam natuurlijk al geplaatst, dus dat is heel fijn. Maar goed, we kunnen daar gewoon echt mooie dingen, denk ik, laten zien. Ja. En voor mezelf is het ook nog, ik bedoel, er is een team is zeker, maar mijn eigen plek is zeker niet zeker. Mm-hmm. Dus het is ook gewoon voor mezelf nu zaak om fit te blijven en door te bouwen. En dan vooral eind juni goed te zijn en te laten zien dat ik erbij hoor. Ja, nou, daarover gesproken, Marit, ik bedoel het niet vervelend, hè, maar je bent mijn leeftijd, hè, je bent 30, dat is niet meer de jongste in het veld. Je zei zelf al, je had het gisteren, je had het moeilijk, je viel ook op de valreep. Hè. Ik geloof dat Lisanne en Femke echt nog een boel bij hebben moeten schakelen. Kun jij nog een individuele medaille halen? Lukt dat, denk je nog? Nee, individueel dat is... dat is niet haalbaar, dat weet ik ook gewoon. Dat is ook niet het doel geweest. Ik ben eigenlijk 2 jaar geleden dat ik eigenlijk al zoiets had, het is mooi geweest. En toen belde Eddie, mijn oude coach, me op en die zei wel van weet je het zeker, want zo'n beslissing maak je 1 keer. En dat heeft me toch wel dusdanig aan het denken gezet. En na een aantal gesprekken hebben we toch met elkaar de handen in één geslagen en gezegd we gaan voor die 4x4 in Tokio. Dat was wel echt flink wat werk te verzetten, want mijn lijf was aardig in disbalans. Mm-hmm. En dus, en persoonlijk is het al gewoon zo'n toch overwinning dat ik waar ik vandaan kom, dat ik weer in deze ploeg sta. En ik denk echt dat ik nog harder kan en dat we door kunnen bouwen. En ja, dat is al gewoon zo geweldig als dat het grote plaatje lukt. Maar ik moet zeggen, dit is ook al zo geweldig. Zelf een paar weken geleden niet durven dromen. Maar zeg maar 1,5 jaar geleden waar ik toen stond en waar ik nu met het team sta, dat is geweldig. Ja. Marit, we zitten hier samen met een man die je misschien wel kent, Harry Dost. Ja, zeker. Hoi Harry. Hoi. Zeg, ik wil je nog feliciteren, want we hebben eergisteren voor de televisie fantastisch. Wat hebben we gejuicht en iedereen is hier hartstikke enthousiast over jouw prestaties. We vinden het geweldig voor jou en ook voor volgend jaar mogelijk dat jij een grote kans maakt om naar die Olympische Spelen te gaan. Want jij bent na Marcel dan de volgende Enschedese atleten die naar de Olympische Spelen gaat. En daar zijn we apentrots op. Ja, dank jullie wel. Ja, heel leuk. Ja, het begint wel steeds meer te leven, dat plaatje. En ik moet zeggen, in die zin is het hele corona gebeuren... misschien uiteindelijk wel in mijn voordeel. Want vorig jaar was ik zeker nog niet waar ik nu ben. En met een uitstel van een jaartje komt mij in die zin niet verkeerd uit. Dus we moeten gewoon stappen blijven zetten. En ik ben er niet, maar dit geeft wel gewoon heel veel vertrouwen. En dat we in ieder geval op de goede weg bezig zijn. Hey, je zit nu in de trein, hè? Je bent vanaf het vliegveld gekomen, volgens mij. Ja, klopt. Waar ga je naartoe? Ik zit nu in de trein. Nou, ik ga nu naar Alkmaar en daar zijn mijn ouders. En dan stap ik achter in de auto. En dan
die waren daar en die pikken me dan op. En dan hang ik uit in de auto en dan gaan we naar... Dus ik denk dat mijn ogen snel dichtvallen. Kijk aan. Marit Dopheide, dank voor dat je ons even te woord kon staan. Goede reis nog en geniet enorm van die Europese titel. Ja,